En voor huis Asiana is het vandaag een zeer goede dag geweest. Tot twee keer toe mochten zij donaties in ontvangst nemen voor een totaalbedrag van 35.000 SRD. De eerste donatie is afkomstig van de Surinaamse Chinese Jongerenfederatie met diverse goederen tot een waarde van 25.000 Surinaamse dollar. Voorzitter Renjan Zhang zegt dat de donatie bij elkaar is gebracht na een oproep van de vereniging aan Chinese bedrijven om goederen bij elkaar te brengen voor huizen Asiana. De reacties zijn heel goed geweest, zegt Zhang. Aan de vraag gesteld. We zijn Surinaamse Chinese jonge federatie, dus Chinees. Maar wat kunnen jullie doen voor Suriname in het algemeen? Mijn antwoord is heel eenvoudig. De naam zegt het al. Surinaams, Chinees. Surinaams staat voorop. Dus we zijn niet alleen voor Chinezen, maar ook voor Suriname in het algemeen. We leven in dit land en we houden van dit land. En we zijn allemaal mensen, ons bloed is allemaal rood. Dus wij zijn niet alleen gericht voor de Chinezen in Suriname. Maar wij richten zich aan alle groepen in Suriname, iedereen die hulp nodig heeft. Huis Asiana is een sociale instelling die seniorenburgers opvangt boven de 60 jaar voor een hele redelijke prijs. Vanwege de sociale karakter willen wij de samenleving tegemoetkomen. Daarom is het een grote eer dat de samenleving iets terug aan de voor de organisatie wil doen. Vooral in deze tijd kunnen wij het niet alleen doen. Wij hebben de ondersteuning van de samenleving nodig. De organisatie is ook niet bespaard gebleven van de precaire financiële situatie. Wij zijn daarom heel blij dat er organisaties zijn die hun bijdrage willen leveren aan de welzijn van de bewoners. U hoorde de voorzitter van de Surinaamse Chinese Jongerenfederatie, Zhenyang Zhang, en de directeur van Huis Asiana, Osei Yabini. De laatste bedankte de organisatie en zei dat het tehuis goed gebruik zal maken van de donatie. De tweede donatie van Huis Asiana komt van Kirpalani NV. Die komende zondag 80 jaar bestaat. Het tehuis krijgt 10.000 Surinaamse dollar voor het aanleggen van een moestuin. Kenneth Cross, consultant van Kirpalani NV, zegt dat het bedrijf graag dit soort projecten ondersteunt en dat zij er trots op is dat de senioren met zo'n initiatief zijn gekomen. En wil leveren aan de maatschappij. We hebben vooral via de Kirpalani Stichting heel wat donaties gegeven aan medische projecten, aan sociale projecten, kindertehuizen. En bij zo'n speciale gelegenheid als 80-jarig bestaan, dan gedenk je een paar belangrijke organisaties. Ik denk dat Asiana toch wel een naam heeft in deze samenleving en het goed kan gebruiken ook. De cheque werd door Rajiv Kirpalani via de vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken, Ashwin Chitani, overhandigd aan Asiana's directeur Yabini. Het personeel van de inrichting kreeg ook een waardebon van het warehuis. Voor Kirpalani is deze geste de eerste in de rij van donaties aan sociale instellingen in verband met hun jubileum.